In deze serie date ik met mensen die jij misschien niet zo snel tegenkomt. Laat in de comments weten wie jij hier wilt zien zitten. Deze week date ik met Sanne. Zij is 29 jaar en maagd. Seks voor of na het huwelijk? Voor. Hoog of laag libido? Hoog. Liever alleen of in een relatie? Wat een moeilijke dilemma. Alleen. Gelovig of ongelovig? Ongelovig. Porno kijken of fantaseren? Fantaseren. Waarom ben je nog maagd? Ja, typische eerste vraag wel. ik denk als je het me een paar jaar geleden had gevraagd, dan had ik gezegd, omdat ik er niet echt mee bezig ben nog, met dat hele deel van het leven. ik heb me gewoon heel erg gericht op andere dingen en stond er nooit echt voor open, denk ik. Dus eigenlijk als tiener en zo, waren al mijn vriendinnen waren daarmee bezig en ik dacht alleen maar, waar gaan jullie weer drama? Ik denk wel dat het zeg maar iets is waar ik al vrij snel in zag, oh, daar moet je wel echt jezelf in geven, zeg maar. Dat is gewoon, dat is wel eng. Ik vond het ook allemaal heel eng klinken. Ja. En wat vriendinnen dan ook vertelden, dacht ik, oh, oké. Okay. Maar doordat dat zeg maar zo lang is doorgegaan, ja, werd het alleen maar enger. En dacht ik alleen maar, oh ja, dat is wel een ding, dit. Is dit dan een bewuste keuze voor jou, dat je het nog bent? Nee, niet per se bewust, nee. Het is nooit gewoon echt van gekomen. Ik denk, ja, ik was er eerst nooit zo mee bezig. En hoe meer ik in me bezig ging, hoe meer ik dacht, oh, het is inderdaad best wel eng. Ik weet niet of ik dat zomaar zou durven. Want je zou het wel willen. Ja, nu wel. En op zich vroeger misschien ook wel, alleen omdat ik er zo eigenlijk bewust niet mee bezig was, wist ik niet of ik het onbewust wel of niet wilde. Die verlangens zijn er op zich wel, alleen nu is het gewoon even al die angsten overwinnen en de blokkades afbreken. Ben je ooit wel eens in de gelegenheid geweest dat je echt zo dicht in de buurt was? Niet echt. Ja, er was wel een situatie waarin had hij het vast gewild. Het begon eigenlijk met dat we gewoon ergens zaten en dat hij me opeens wilde zoenen. En dat ik dacht, oh, ging het hierheen? Dat had ik niet door. Oh. Dus ik was ook blind voor zeg maar de signalen. Dus opeens waren we aan het zoenen en dacht ik, oh, dan kan ik nu mooi oefenen. Hmm. Maar het was niet iemand waar ik mezelf toe aangetrokken voelde. En ik wilde het eigenlijk niet per se. Dus toen op een gegeven moment heb ik ook gezegd, ja, laten we weer naar binnen gaan en stoppen. Achteraf dacht ik, oh, had ik op zich wel misschien kunnen proberen. Het was toen ook niet per se echt de volle daad, maar meer wat handwerk, zeg maar. Ja. En, maar nee, dus toen had ik niet echt, op dat moment zelf dacht ik, nee, ik ga naar binnen. Maar achteraf dacht ik, ja, op zich, had ik misschien kunnen doen. Maar ik denk dat dat ook een beetje het probleem is, dat ik op de momenten zelf, zeg maar, voel ik heel erg de blokkades. En is het gewoon wegrennen. Ja. Ja, dus dan. Heb je nooit gedacht, ik ga maar seks hebben, want dan ben ik er vanaf? Wat een goede vraag. Nee, eigenlijk niet. Kijk, met wie dan? Weet je, dan is de volgende vraag eigenlijk, oké, waar ga ik dan op zoek naar iemand om dat met mij te doen? En ik wil me dan wel veilig voelen. Ik heb daar niet zo over nagedacht. Ik denk wat dat betreft dat ik ook altijd meer in mijn hoofd erover zit dan dat ik er echt actie op onderneem. Juist omdat er zoveel blokkades bij komen kijken en dat ik er toch best wel ja, van wilde wegrennen. Ook op het moment dat er wel misschien mogelijkheden waren. Ik ben niet het type om dat überhaupt te doen met een random stranger of met iemand met wie ik niet eerst misschien iets van vrienden ben geweest. Hm? Omdat voor mijn gevoel moet daar gewoon heel veel vertrouwen bij komen kijken. Zeker een eerste keer, maar ik denk... Ja, kan een eerste keer niet gewoon een beetje kloten zijn en leuk en avontuur? Misschien wel, maar toch voelt dat niet goed of zo. Ja, het voelt voor jou niet goed. Ja. 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 Ik ben ook nooit echt geweest van een groepsdruk. Want ik heb ook wel, weet je, dan heb je van die vriendinnen en die zeggen, we zoeken vanavond iemand voor je, dat wordt onze missie. En dan denk ik, nou, dat zijn jullie over een uur toch vergeten, dus prima. Maar daar had ik zelf niet zo'n behoefte aan, omdat zij een random stranger voor mij gingen uitzoeken, zeg maar. Dus maar nee. waarom geef je daar dan nooit, want je probeert het dus ook niet? Nee, dat klopt. Waarom niet? Ja, weet ik niet. Ik denk dat dat een stuk angst is en dat dat zeg maar... Het was voor mij altijd gewoon, als het op zo'n moment komt, dan werd ik al meteen nerveus en dacht ik, oh nee, maar dat wil ik helemaal niet. En dat was de makkelijkere keuze, zeg maar. Om gewoon te blijven bij waar ik al was en ook niet daaraan toe te geven. En ik denk ook dat ik op die momenten wilde ik het ook echt nog niet. Kijk, inmiddels ben ik wel op zo'n punt dat ik denk, oké, ik zou wel, zeg maar, ik sta er nu veel meer voor open en ik ben er veel meer mee bezig. Maar toen helemaal niet. En als mensen dan zeg maar van buiten afkomen en je eigenlijk proberen open te breken om zoiets te proberen, dan dacht ik alleen maar, nee, dat bepaal ik zelf en dat wil ik nog helemaal niet. Ja, eigenlijk hoe harder ze dat misschien gingen proberen, hoe harder jij ging zeggen dat je het ja, niet wilde. Ja, ik denk dat je daar echt wel zeg maar zelf klaar voor moet zijn en dat anderen daar niet echt invloed op kunnen uitoefenen. Kijk, ik had op dat moment wel dat ik dacht, oh, zeg maar, het was leuk geweest dat ik hierin mee kon gaan en dat ik net als de rest kon zijn en gewoon kon zeggen, ja, zoek iemand voor me, doen we leuk. Maar zo graag wilde je dat dus niet, anders had je het wel gedaan. Precies. Hoe denk je dat seks hebben voelt? Oh, ik kan me er wel iets bij voorstellen. Maar ik heb niet per se echt een voorstelling gemaakt van, oké, als ik straks een keer seks heb, zo gaat het dan voelen. Want ik zou denk ik echt in één zin kunnen zeggen echt? Hoe seks voor mij voelt.
Maar ik wil dat jij eerst gaat. Ja, oké. Okay. Ik denk dat het voelt als, zeg maar, dat er gewoon een leegte echt opgevuld wordt. Dat het heel explosief kan zijn. Ja. En heel kwetsbaar. Ja. Wat was jouw zin? Of ben ik er nog niet? Nee, ik vind het... Ja, ik zit na te denken over jouw zin. Vind jouw zin, zijn wel allemaal uitersten. Tenminste, ik vind dat je het wel heel extreem beschrijft. Hmm. Explosief, leegte opvullen. Ja, ja, ik zou hebben gezegd van alsof je samensmelt. Hmm. Ja, die ging wel door me heen, maar voelde iets te cliché of zo. Ik weet niet. Oh. Zeg maar niet. Nou, zo voelt het voor mij dus seks. Nee, maar ik oprecht, ja, zeg maar, dat is wel iets waarvan ik ook denk, weet je, dat je inderdaad samen even één wordt. En ja. Ja, dus dat, ik kan me dat wel voorstellen. Oké, dus zo hoop je dat het fysiek voelt. Hoe denk je dan dat je eerste keer is? Ik denk dat het heel erg, zeg maar, een ontdekkingsreis gaat zijn met gewoon stap voor stap dingen uitproberen en kijken wat werkt, wat vind ik wel fijn, wat niet. Dus als ik nu denk, hoe zou mijn eerste keer zijn, dan denk ik dat, zeg maar, daarvoor al andere dingen zijn gebeurd. En dat het best wel een bewust moment gaat zijn. Misschien ook niet. Ik kan me ook voorstellen, als je al verder bent met iemand, dat je dan op een gegeven moment, dat het ook spontaan al wel kan gebeuren, maar... Ja, denk je dat dit spontaan bij jou gaat gebeuren? Nou ja, wat ik zeg, als je al eerst de andere stappen hebt gezet. Oké, ja. En dat je dan op een gegeven moment denkt, oké, weet je wat, nu ben ik wel klaar voor om verder te gaan. Wat doe je als je je opgewonden voelt? Ik heb daar niet per se veel over te zeggen. Maar dus... Ja, ik denk dat iedereen zich ook wel kan inbeelden wat je doet als je opgewonden bent. Precies, ja. Dus ik denk gewoon wat andere mensen doen als ze opgewonden zijn. En geen partner hebben. Ja. Ja, weet je, dat is ook iets waarvan ik wel denk, ik probeer daar wel iets, zeg maar, avontuurlijker in te zijn. En niet altijd hetzelfde te doen. Dus dat ben ik nu wel ook iets meer aan het ontdekken. In wat dan? Dus niet letterlijk elke keer dezelfde handeling en maar gewoon wachten op het eindresultaat. Maar gewoon meer experimenteren, meer ook mezelf ontdekken en leren kennen op die manier. Heb je dan nooit, als je dan bijvoorbeeld met jezelf bezig bent, dat je denkt, oh, ik had gewoon gewild dat het een echte pik was? Ja, nee? Ik ben niet echt iemand die zich ook focust op, ik heb het niet en ik wil het wel. Ik ben meer tevreden met wat ik heb, zeg maar. Ja. Dus ik denk niet op zo'n moment, oh, was het maar. Ik denk ja, maar dan je weet ook niet wat je mist. Nee, dat is het ook, ja. Maar soms, bijvoorbeeld mijn lijf kan dan soms echt zin hebben in een lul. Ja, nee, ja, dat heb jij niet. Nee. Maar ook niet dat je denkt van dat je wil dat het een ander mens dat bij je doet. Dat je echt zo'n fysieke drang hebt naar een mens. Meer en meer misschien. Zeg maar, vroeger had ik dat echt niet eigenlijk, maar dat komt wel steeds meer. Ja, want ik denk ook dat die, zeker als je zelf seksueel actief bent, dat die urge maakt dat je iemand anders gaat opzoeken. Dus in hoeveel mate is die bij jou aanwezig als je opgewonden bent? Ja, dus nu meer dan voorheen, sowieso. Ja. En dat is ook iets wat gegroeid is in de laatste paar jaar, omdat ik er zelf bewuster mee bezig ben geweest. En meer op zoek ben geweest naar oorzaken en mogelijkheden. Dus nu meer dan voorheen in ieder geval, ja. Vertel je altijd eerlijk dat je nog maagd bent? Aan wie? Stel je ontmoet een ik bedoel, ja. Ja, je bent nu vrij eerlijk. Ja. Nee, dus stel je ontmoet iemand op een feestje en je zit daar even mee te praten. Ja, maar weet je, dat komt niet zo in de eerste paar minuten van een gesprek naar boven, per se. Het is niet per se het eerste wat mensen vragen. En als ze er naar vragen of als ze het erover krijgen, sure. Maar het is meestal niet het begin van het gesprek. Nee, oké. Okay. Dus, maar stel dat het ter sprake komt. Ja, dan wel. Ja? Ik denk dat ik dat vroeger moeilijker zou hebben gevonden. Dan deed ik er ook echt alles aan om te zorgen dat het niet ter sprake zou komen. Maar nu, ja. En vind je het dan moeilijk om te zeggen? Of denk je van, oh, nu gaat misschien het beeld van diegene veranderen? Nee, nu niet echt meer. Omdat ik er nu ook makkelijker over kan praten. Hmm. Ik weet niet of ik er, zeg maar, in zo'n detail als we hier nu doen over zou praten met andere mensen. Maar nee, vind ik niet zo moeilijk meer. En stel dat je een date hebt, zou je het dan op de eerste date zeggen? Als ze er naar vragen. Maar ik zou het niet zeg maar zo op tafel gooien van, hey, trouwens, weet je over mij? Maar als ze er naar vragen, natuurlijk, ja. Ja, want je kan je ook afvragen van, is het niet juist chill om het te zeggen? Ja. Oh, je bedoelt uit mezelf? Ja. Ja, maar dan misschien niet op een eerste date. Zeg maar, hangt ook een beetje vanaf van het soort gesprekken dat je al voert natuurlijk dan. En ja, dus als het gesprek een beetje daarheen gaat of als we het inderdaad hebben over iets waardoor ik een haakje kan vinden misschien. Maar ik zou niet zo zeggen uit mezelf van, hey, hier is een interessant feitje over mij. Ja. Voel je druk vanuit de maatschappij om ontmaagd te worden? Ja, aan de ene kant wel en aan de andere kant niet. Ik denk wel, omdat het toch iets is wat je overal ziet. Zeg maar, mensen om je heen, weet je, de verrassing als ik het zou vertellen aan iemand, zegt op zich ook al wel wat. Weet je ziet het allemaal op tv, gaat het allemaal heel makkelijk en in boeken. Dus ik denk dat het heel erg geromantiseerd wordt. En dat je daardoor ook wel wat, zeg maar, kan ik wel wat druk voelen.
En omdat als je jong bent, krijg je het nu, zeker omdat internet zo toegankelijk is, zie je het heel veel. Krijg je het heel erg in je gezicht geslagen bijna. Ja, en in het echt gaat het nooit zo zijn als je het ziet op tv. Dus ja, wordt het meteen al een hele discrepantie tussen wat je denkt dat er moet gebeuren en wat er gaat gebeuren. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat die drempel dan ook heel hoog is. En dat was voor mij in ieder geval wel zo. Maar aan de andere kant ook weer niet, omdat ik zelf wel gewoon een kring heb van vrienden waar ik dat gewoon mee kan bespreken en die dat niet raar vinden. En ook de mensen die ik nu ontmoet, ik denk een beetje op zo'n leeftijd dat die judgment er een beetje af is. In ieder geval in de kring van mensen die ik ontmoet en waar ik mee omga. Dus dan ja, heb ik ook niet echt het gevoel dat daar dan heel veel druk achter zit of zo. Heb jij nou iemand die je hier graag zou willen zien? Laat het dan weten in de comments. En ben je benieuwd naar het hele gesprek? Check dan onze podcast. Hou je van plat of bruisend water? Nou, vroeger plat, maar inmiddels vind ik bruisend ook erg lekker. Oh, ja. Geswitcht. Terwijl vroeger veroordeelde ik mensen een beetje als ze bruisend lekker vonden. Veroordelen moet je nooit doen.